Goedendag. Ja, het is echt wisselvallig weer in Nederland. De zomer is echt wel het spoor een beetje bijster. Het levert af en toe wel mooie foto's op, hoor. Want dit is natuurlijk wel een hele mooie foto. Zo'n bui die overtrekt. We zien hier heel duidelijk die neerslagintensiteit, dat die wat hoger is. Ja, soms echt forse buien, die komen dan heel dreigend op je af. Zoals op deze foto, dan kan het ook onweren. Maar gelukkig toch ook wel wat blauwe lucht gezien vandaag. In tegenstelling tot gisteren, toen we een hele dag grijze weer hadden. Nu dus wel af en toe die blauwe lucht. En dat maakt het dan net even wat vriendelijker. De komende dagen blijft het erg wisselvallig. Eerst nog even een blik op de buien zoals dat er vanmiddag uitzag. Met name in het noorden zien we hier wat buien. Ook wel pittige buien, maar in het zuiden blijft het ook niet overal droog. Hoor. Het zijn korte, felle buitjes die overtrekken. En soms zijn ze echt wel intens. We zien hier vanuit het westen nog wat buien komen. In de loop van de middag, tweede helft van de middag, moet het vanuit het westen echt wel wat droger gaan worden. En dan ziet de avond er redelijk rustig uit. Even dan een adempauze. Ja, dit is de kaart voor vanavond. Dan zien we ook dat die neerslag tijdelijk verdwijnt boven ons land. Misschien nog een buitje in het noorden, dat sluit ik niet helemaal uit. Maar wat ook de aandacht heeft, dat is dit neerslaggebied. We horen erbij een lage drukgebied. Nabij Ierland, dit neerslaggebied, dat komt richting Nederland. En dat zal morgenochtend over ons land trekken. Daarachter diverse buien. En na de buien dan weer een nieuw neerslaggebied dat in de avond over gaat trekken. Het blijft heel wisselvallig door dit lage drukgebied wat aanwezig is. Ook donderdag overdag zullen er nog diverse buien overtrekken. En eerlijk is eerlijk, vrijdag houden we het ook niet droog, want ook dan kunnen er buien over het land schuiven. Even een korte animatie van de neerslag. We beginnen dinsdagavond, dan zien we zo'n 0 tot 3 staan. Dat is dan een neerslaghoeveelheid die in de middag is gevallen. Als ik de animatie aanzet, gaat het heel snel, maar daar gaat het niet om. Maar we komen uiteindelijk uit op de nacht van vrijdag op zaterdag. En dan zien we dat de teller opgelopen is naar zo'n 20 tot 30 millimeter in vrijwel heel het land. Kortom, het wordt de komende dagen echt nog wel nat. In de kustgebieden moeten we zelfs rekening houden met nog meer neerslag. Dit is één model, maar ook andere modellen laten dit heel duidelijk zien. Kortom, iedere dag is die paraplu wel nodig. Vanavond dan waarschijnlijk niet. Dan is het even wat droger, even wat rustiger. 17 of 18 graden worden bij een matige wind uit het westen. In de kustgebieden is de wind af en toe vrij krachtig. Misschien nog dat ene buitje in het noorden. Hebben we nog wel even ingetekend. Dan is de nacht droog, maar aan het eind van de nacht vanuit het zuidwesten weer de regen. Die regen die schuift over het land naar het noordoosten. Rond het middaguur zal de meeste regen wel verdwenen zijn, maar komen er forse stapelwolken tot ontwikkeling en kunnen er weer buien ontstaan. Buien mogelijk ook met onweer, met name in het zuidoosten. In Limburg hebben we dan ook een code geel voor morgenmiddag. Dat kunnen echt pittige buien zijn daar in die wat warmere lucht. 21, 22 graden gaat het worden. Ook elders is een klap onweer mogelijk. En er waait ook een forse wind uit zuidelijke richtingen, matig aan zee zelfs krachtig. Kijken we dan nog even verder. Nou, dan zien we iedere dag toch wel neerslag in de weer-iconen staan. Gelukkig ook wel af en toe de zon erbij, zodat het soms ook wel wat vriendelijker is. Het is ook natuurlijk niet constant aan het regenen, laat dat ook duidelijk zijn. Maar wat verder wel opvalt, is die temperatuur. We gaan zelfs in het weekeinde naar zo'n 18 graden in het midden van het land. Nou, dat is ronduit fris voor deze tijd van het jaar. Want u mag ervan uitgaan dat je, als je het klimatologisch bekijkt, een temperatuur nu zo tussen de 22 en 24 graden mag liggen. Nog een fijne dag.